1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4, 3 keer... Oh, nou, ik hoor een deurbel. Even kijken wie er binnenkomt. Hey, ja, die ken ik wel, die ken ik wel, die ken ik wel. Serious Talent, dit is Secret Rendezvous. Yeah. Welkom, welkom in het glazenhuis. Paul gaat even de handen schudden. Heel goed, wat ben je toch een keurige gast hier, zeg. Een beetje welkom heet inderdaad. Netjes opgevoed. Ja, zeker wel. Leuk dat jullie hier vanavond zijn. Ja. Te gek, super. En hebben jullie dat meegekregen van het glazenhuis een beetje al de afgelopen tijd? Een beetje. Ja. We waren gisteren ook al in de buurt toevallig. Jullie hebben in Maastricht... Ja, precies. Jullie speelden in de muziekgieterij gisteravond, ja. Hè? Ja. Ja. Op het Serious Talent Festival. Ja, was heel tof. Jou was het, ja? Ja, was leuk. Was een toffe line-up. Allemaal vette bandjes. Hele goede sfeer. En veel mensen. Cool. Oh, ja. Goed hoor. Leuk. Want jullie zijn afgelopen jaar Serious Talent geworden. Een maand of 3 geleden of zo, denk ik? Ja. 2,5 maand terug. Oké. Okay. Heeft dat gelijk effecten? Merk je dat gelijk dan? Nou ja, dan komen ineens shows binnen waarvan je denkt... oh, wat leuk, voor Tof. Maanden verderop. Oh, echt waar, ja? Ja. Wat goed. Ja. En wat jullie sound is wel echt heel gaaf, hoor. Mag ik zeggen dat het een beetje klinkt als de XX? Ja, snap ik wel. Ja, ze zijn niet heel enthousiast. Nee, ik moest even laten bezinken, maar ja, snap ik wel. Ik denk dat het inderdaad de elektronische invloeden... Ja, de elektronische invloeden, mooi gitaargeluiden en zo. Ja, precies. Ja. Hey, zullen we gelijk zaken doen of niet? Dat namelijk, kan. Namelijk hebben jullie wat voor de veiling? Of hebben jullie eerst nog even tijd nodig om sound te checken en al die dingen? Jullie moeten nog sound checken. Oké, nou ga dat anders even vooral eerst even doen, sound checken. Dan kom ik straks wel terug voor de zaken. Vanavond in het glazen huis kwam je net de deur binnenlopen. Ja, ik dacht, die hebben vast heel lang nodig om sound te checken. Dat hebben de meeste bands, maar het lijkt erop alsof Secret Rendezvous al hartstikke klaar is. Sietske en Remy... jullie zijn met z'n drieën ook vanavond. Eigenlijk is de band met z'n tweeën, begreep ik? Of is dat, heb ik het niet helemaal goed? Nou, wij zijn met z'n tweeën Secret Rendezvous... as in dat wij met z'n tweeën alles schrijven. Ja. Maar live nemen we onze vrienden mee. Dus oh, vandaag hebben we Joël mee. Ja, precies. Heel goed. Achter de toetsen. Ja. En ik hoorde jullie al een beetje soundchecken. Toen dacht ik, ah ja, nu weet ik weer waarom ik het XX vond. Het is die gitaar, het is zo'n gaaf geluid wat daar afkomt. Het is echt... Misschien moet ik het niet voordoen. We gaan alleen maar in geluiden praten. Dat is leuk, ja, inderdaad. Jullie gaan een nieuwe plaat spelen van het nieuwe album, toch? Wat uit gaat komen volgend jaar. Ja, klopt. Dit is onze huidige single. Home, nou, Love, a Friend. Take it away, Secret Rendezvous. Wat goed zeg, ongelooflijk. Secret Rendezvous. Ja, hulde. Wow. Weet je, Home, Love, a Friend. Wat jij net zei over Jamie Moon. Ja? Dat je het echt heel slecht vond. En dat je die plaat heel vet vindt. Ja. Ik vond de plaat heel leuk, maar het raakte me echt niet. Of niet echt. Echt niet, is niet waar. Maar nu ik jullie zo live hier zie spelen, denk ik wel van... Ja, heb ik ook. Supergoed. Ik vind het ook goed. Het is echt heel goed uitgevoerd. En ik zou bijna zeggen, het klinkt zoals de plaat, zo strak. Maar... Maar nu voel ik het veel meer. Dat heb ik ook. Je stem gaat nog iets meer... Je voelt het meer. Ja. Tof. Hulde, dank jullie wel. Thanks. Ja, ik vond het ook echt supergoed, hè.